Dat je kip beter niet rauw kunt eten, maar goed moet verhitten, dat wist je waarschijnlijk wel. Maar weet je ook waarom? Dat zit zo. Op vlees zitten bacteriën. En van sommige van die bacteriën kun je goed ziek worden. Salmonella, E. coli, Campylobacter, Listeria. Krijg je te veel van die bacteriën binnen, dan kun je een voedselvergiftiging krijgen. Elke dag worden er mensen ziek van. En dat gebeurt het vaakst bij kip. Dat is natuurlijk vervelend, maar er speelt meer. Er zijn namelijk ziekmakende bacteriën die zich zo hebben aangepast dat ze niet meer doodgaan door antibiotica. En als jij daar ziek van bent geworden, word je dus niet zomaar meer beter met een kuurtje. Vooral voor kinderen, zwangeren, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kan dit behoorlijk gevaarlijk zijn. Zij hebben namelijk meer kans om ernstiger ziek te worden van een voedselvergiftiging. En als de antibiotica dan ook niet meer werkt, ja, dan heb je dubbel pech. Gelukkig kun je wel veel doen om de kans op een besmetting via vlees te verkleinen. Was je handen, zeker nadat je rauwe kip hebt aangeraakt. En gebruik nooit hetzelfde mes of dezelfde snijplank voor rauwe kip en daarna voor gaar eten. Of voor het klaarmaken van je salade of een broodje bijvoorbeeld. En prik ook niet met hetzelfde bestek eerst in die rauwe kip en daarna in gaar eten. Bak je kip goed gaar, zodat het niet meer roze of glazig is van binnen. Kip rauw eten deed je waarschijnlijk al niet, maar nu weet je ook precies waarom. En het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen voor wie je kookt.